Hallo kijkers van Inzoomen Go NL. Ik heb al heel lang geen Inzoomen Even Go aflevering meer gemaakt. Maar ik ga nu weer verder. En ik heb getraind voor de wedstrijd. Want we zijn gebleven bij de wedstrijd tegen Prodigy Grammar. En zeg maar bij het gebeuren van tevoren zijn er maar niet helemaal eerlijke dingen gebeurd. Dus matchfixing is al gedaan. Alleen Arjen en JP weten het nog niet. En we gaan nu met een paar mensen praten als de wedstrijd begint. Hey, speel jij ook? Dat kan niet goed zijn. Onze data zegt niet dat je in het systeem staat. De virtuoso's moves zijn bestemd voor mijn camera. Virtuoso was Ricardo. Deze wedstrijd komt een beetje ongelegen, maar ik weet zeker dat als je gewoon je hoofd erbij hebt, dat je het kan winnen. Kom op, Arion, laat ons zien wat je kan. Wat is er? Laat het Prodigy niet wachten. Nou, dan gaan we dus beginnen. Dan heb je een team van level 5, 4 tot 6. Ja, die van mij is level 5. Ik moet nu een opstelling gaan maken. Met Arion en Ricardo erin. Ricardo lekker het middenveld. Victor mag er niet in staan. Hey Arion, maak je niet zo zorgen. Je bent gewoon een bange kat. Laat ze zien wat je kan daar. Je hebt er heel hard voor getraind. Nou moet je de resultaten laten zien. Maak er geen zootje van. Het gaat je lukken. Oké. En er hangt een goede atmosfeer hier, want Raymond en Prodigy gaan een face-to-face duel aan in een vriendschappelijke wedstrijd. Luister naar het publiek, iedereen juicht. Ik ben zo nerveus. GP, denk aan alle training die we hebben gehad. Het komt goed. Kom op. Je hebt gelijk. Oké, luisterend. Moe. Jij scoort twee keer in de eerste helft. Frank, jij scoort in de tweede helft. Dus ik moet maar zorgen dat ik me ga voorbereiden dat ik niet scoor vandaag. Oké, aanvoerder. Ik pak even mijn pen. Raymond tegen Prodigy. Allebei level 5. We moeten deze gozers aankunnen. Ik zal uitzoomen. Start. Oké, de eerste missie is dus met Ricardo in een cirkel komen. Ik hoop dat Dodge sterk genoeg om deze speler aan te kunnen. Oh nee. Als Ricardo de bal hebt, dan kunnen we naar het cirkel. Yes. Ik wil zorgen dat we gewoon geen spelers op onze weg krijgen. Ja, we zijn de eerste matchmissie gepasseerd. Laten we gaan. Wauw, hij is zo snel. Hij is nu al voor het doel. Salto stamp. Wow, yeah. Ah, zo dichtbij.
Ja, dat is hoe je erin moet gaan. Laten we beginnen met onze gallery play. Laat onze skills zien. Ik kan niet geloven dat hij het heeft tegengehouden. En hij moet die bal terugwinnen. Oké, dus Arjen moet de bal gaan pakken. Oh, de keeper is niet zo goed bezig. Maar de keeper kan ook de bal pakken. We moeten zorgen dat de Arjen sowieso zo snel mogelijk terugkrijgen naar richting de cirkel. Dan kunnen we er eerder bij. Oh, ik heb de bal. Nou, de volgende matchmissie is gehaald. Oké, dat is een beetje nutteloos. Ah jong, wat dacht je daar te doen? Laat ze niet zo over je heen gaan. Portugies langs Sherwind. En het zal er helemaal geen partij aan hebben. Maar daar komt de aanvoerder van Raymond, Ricardo Dorigo. En hij staat voor het doel. Wat gaat er gebeuren? Kom op aanvoerder, pak de bal terug. Oh. Ricardo Dorigo kon niet stoppen van aanvallen. Hij was helemaal krachtloos voor het gezicht van de gozer van Prodigy. Wat? Hoe kon hij er langskomen? Ze staan helemaal open. Goal! Het lijkt erop dat Prodigy Grammar de eerste goal heeft genomen. Ik snap het niet. Hoe kan zo makkelijk schot erin gaan? Ik dacht dat we dit makkelijk konden winnen. Aanvoerder. Het is oké. We zijn maar één doelpunt down. We zijn maar één doelpunt achter. We kunnen dit nog goed maken. Laten we het oppakken. Iemand. Tel deze domkop alsjeblieft wat er echt aan is. Nou, want Aaron is nou de enige die niet weet van de matchvisie. We moeten met een speler over de lijn gaan. Ja, AD kan wel even. Dus gewoon zorgen dat die andere speler niet bij. Ah, de Erin. Dan gebruiken we een nieuwe move die je hebt geleerd tijdens de trainingswedstrijd. Die ik niet had gefilmd, want dat hoort niet bij het verhaal. En dan zijn we dus bij de lijn. En de game ging door. En Prodigy bleef gewoon zo doorgaan. Zoals het eigenlijk al de hele wedstrijd was. Goed verdedigend werk, Tess. Dit is echt goed gedaan. Nou, we zijn dus langs Ricardo. Goeie aanval, Archie. Laten we nog een keer gaan. Het lijkt erop dat ik mijn volle potentie nu ontgrendel. Haha, die term. Oké, okay. Ricardo moet dus in de bal komen met de cirkel. Nee, met de bal in de cirkel komen. Dat lijkt het helemaal fout. Boem op de bal. Als Arion er vrij loopt. God, leer een bal nemen, man. Pas me naar Ricardo. Lekker. Nou, zijn we dus meteen kwijt. Zijn we eigenlijk helemaal van niks aan die cirkel toegelopen, want nu gaan ze waarschijnlijk de tweede scoren. Yep. Goal! Poké Gamer verdubbelt de leiding. Met een tweede doelpunt. We zijn twee doelpunten achter. Het visstukje scoorde was 3-0. Ze hebben nog maar één doelpunt nodig. Maar waarom proberen wij niet te scoren, aanvoerder? Als je kijkt hoe je speelde, dan weet ik dat je er makkelijk langs kan komen. Iets voelt er niet goed. Ik weet dat het team beter kan spelen dan dit. Dus waarom doen we het niet? Spelen jullie slecht met hun reden of zo? Eindelijk, Sherwin begrijpt het een beetje. Rust.
het wordt tijd dat we dingen omdraaien. Geen slechte gevoelens of zo, maar we zijn gewoon duidelijk superieur. Nou, dit is dus deel 1 van de wedstrijd tegen Proliki. En de volgende deel komt binnenkort. Bedankt voor het kijken, vergeet niet te liken en te abonneren. Doei!